welkom in deze nieuwe video van Bolstar. Wij gaan nu naar de grote markt. We gaan daar maar dingetjes doen. Papieren binnenbrengen en zo. Het is nu dat de temperaturen wat lager zijn, is dat wat beter om te doen. En mijn konijn zit namelijk daar. Dus die heeft ook veel te warm. Die is nog niet binnengekomen. Die is eigenlijk al heel de avond, van gisteravond eigenlijk, daar aan het genieten. En ik ga die ook niet dwingen om binnen te komen. Ik vind als je te warm hebt, dan heb je te warm. En dan is het niet aan mij om te zeggen van kom eventjes binnen, want hier is het nog warmer dan buiten. Dus we gaan het eventjes in orde brengen. We gaan eventjes aan de fiets en dan gaan we maar eens een keertje vertrekken. Zo. Ik ben benieuwd of daar weer heel veel mensen gaan tegenkomen, want gisteren en eergisteren ben ik ook al een paar keer door de foto gegaan. Maar dat is totaal niet erg als ik herken tot dus totaal niet. Ik zie dat tussen al gewoon dat mensen me herkennen. Ik ga jullie even hier opzetten. Zo. En dan gaan we onze en dan gaan we eens vertrekken. Dus we zijn nu in de straat waar mijn oma altijd woonde. En we gaan nu de prefect doen hier. Het moet natuurlijk, ja, je kunt natuurlijk niet allemaal wat beelden vastleggen. We zijn nog aan het sparen voor een watercamera. Maar niet alles kan, dus. Het zit wel warm. Het zit er al dood. In de korte nodig jullie iedereen uit voor 2, 3 en 4 september hier. In de vredesfeesten om hier te komen supporteren, vooral op 4 september, want dan loop ik mee met de ballonloop. En zo cool zijn mocht iedereen komen supporteren. Ik weet van mezelf dat ik geen goede loper ben of zo, maar het is gewoon voor plezier dat ik meedoe en voor van gezelschap en zo van dingen allemaal. Dus gewoon voor de medaille eigenlijk. Ja, het is een beetje leren hoe ik moet filmen met deze camera, want het is natuurlijk een gloednieuwe. Eindelijk terug vloggen. Binnenkort gaan we ook trouwens op vakantie, dus dan gaan er weer leuke vakantievlogs komen. Dat was ook wel leuk voor te doen op kamp. Niet dat het lang geleden is dat jullie me nog hebben gezien. Ja, ik filmde eerst met de gsm en dat ding allemaal en nu met de nieuwe camera. Ik ga wel nog zo'n schaander halen, wel eens zo een handvat voor de ondervloed om beter in beeld te komen en zo. Dus, maar je ziet dat de avond het valt, dus dat is ook wel leuk. Minder mensen op straat, minder warm. Ja. Dus dit is geen aspak alstublieft. Het staat er op de grond. Dus, dat is wel leuk hoe de lucht eruit ziet. Er net ook vuurgeel de lucht. Wat knap eigenlijk. Dus, we gaan helemaal alleen trouwens naar de zee. Ik had het eigenlijk nooit verwacht dat ik dat zou doen. Maar 3 dagen weg. Ik kan niet zeggen wanneer dat is, want dan zat iedereen aan de zee. Maar er gaan wel wat voorbereidingen gebeuren en zo, want jullie weten dat wel. Dat is heel belangrijk. Dus ja, ik ben wel eens benieuwd hoe dat gaat verlopen. Maar kijk er wel naar uit. Ik probeer ook zoveel mogelijk beeldjes vast te leggen voor jullie. Dus ben ik nog aan het twijfelen of ik de camera mee... camera sowieso natuurlijk. Maar of ik de laptop zou meepakken, ja of niet, daar ben ik nog aan het twijfelen. Of ik dat zou doen. Goed, ik hoor dat er een auto afkomt. Dus we gaan even moeten wachten. Dat is mijn eigen gewoon te horen verstaan. Mijn rode kleur wil niet in mijn haar blijven, mensen. Echt. Dat is niet normaal. We hebben opnieuw gekleurd. Ik dacht dat gaat er wel heel lang in blijven, maar helaas. Na 2 keer wassen wordt het er groot, dus het is nu echt wel officieel roze kleur in plaats van rood, helaas. Ik vind dat spijtig, want ik had graag rood gehad. Dus nu moet ik roze kop voor rood hebben. Gewoon. Dus
ook heel veel gebeurd op TikTok vandaag. Dus ik heb nog heel veel te vertellen tegen jullie. Dus straks als ik thuis ben, ga ik daar een video over nemen. Dus ik ga hier even bij steden, dan ga ik fietsen tot thuis. En dan ga jij weten wat er allemaal gaat vertellen. Ik dacht nu dat we toch in de buurt zijn van het park en hier toch van alles te doen is. Kunnen we het in een keer ook gewoon meepakken. En ik zie hier overal blauwe lichtjes, dus ik ben eens benieuwd. Nee, dat zit de politie. Maar nee, we gaan eens kijken. Ik denk dat het wel leuk is om zo dat eens te bekijken. Ik weet niet wat ik moet verwachten, maar ik ga het gewoon bekijken. Ik denk dat we plaats staan. Dus we gaan eens kijken. We gaan alstublieft erop. Over de brug. Kijk, we zien het hier al een klein beetje. Maar we gaan helemaal tot daar gaan. Dus voor jullie te laten zien. Ik ga er ook een TikTokje van maken. Dus de brug is echt moeilijk om er over te gaan. Dat is niet normaal. Ik denk dat we best zo gaan. Was het toch misschien daar beter geweest? Ik weet het niet. We zien het wel. In ieder geval, het is al in ieder geval indrukwekkend om het te zien. Dus dat is het. De wereldbol waar we allemaal op wonen. Er is nog heel veel druk in het park. Dus je valt ook natuurlijk niet op met de camera. Hier staan we nu. Dit is het eerste dat we tegenkomen. Ik vind het wel spectaculair. Ja. Een vin. Aan het mooie Warburgkasteel. Dat is het Warburgkasteel. Knap. En daarachter ligt de Wereldbol, maar daar moeten we nog even naartoe wandelen. Hier is die Wereldbol. Ik vind het echt heel knap. Het is prachtig gedaan ook. En die vaart zo'n beetje over de dingen. Zo knap. Hier zo eigenlijk. Waarschijnlijk is daar weer een heel verhaal achter. Ik zie ook bordjes staan. Dit is wat ik wil zien, maar wat het te maken heeft. Hier, voilà, hier weet je dan de uitleg van de dingen. Van het deeltje. Dan gaan we eens verder kijken of we nog iets anders tegenkomen hier, ik weet het niet. Het is voor mij ook een raadsel. Ik weet wel dat het een hele van alles te doen is in Sint-Niklaas. Dat je zo ook van alles kunt bekijken. Dus, maar dit zijn er zo'n aantal van. En we gaan ze niet allemaal vandaag bekijken, maar het is wel leuk om te zien. Wel een mooie foto gemaakt ervan. Zo, we gaan nu terug naar de plaats waar het onze fiets staat. De gitaar boven, om te pakken, hè? Dat zal van voren zo moeten dragen. Ah, ben om te groeien. Kun jij dat doen? Ik ga daar ook niet van. Kun jij dat doen? Het is wel heel mooi om te zien, vooral die wereldbol vind ik echt heel mooi. We gaan zo. Het is daar helemaal afgemaakt, ik weet niet waarom. Maar ik denk ook dat je dat door kunt om te zien wat dat er te doen is. Dus ik ga eens kijken.
Je hebt nog zo'n die blauwe lichtjes die ze plaatsen. Voor de rest is eigenlijk niet heel veel meer te zien in dat park. Dus, wat is er ondertussen allemaal gebeurd? Het begon eigenlijk allemaal met mijn TikTok-account. Die is gehackt geweest. En ik ben helemaal opnieuw moeten beginnen. Dus ik ga het eventjes laten zien hoe dat ik nu heet op TikTok. Dus dat is nu mijn account. Polestar officieel. En daar maak ik nog altijd heel veel tikjes. Ik kan ondertussen ook live gaan dankzij mijn familie. Want dat was echt heel moeilijk om live te kunnen gaan daar. Dus dat was wel heel moeilijk eigenlijk. Ik had er wel heel moeilijk mee, omdat je hebt dan zoveel jaren, al 3 jaar, toch wel hard aan gewerkt om dat te krijgen. En dan plotseling, door een of andere persoon, is je account helemaal leeggeplukt. Dan hebben we dat teruggekregen en dan kon ik weer opnieuw beginnen. Dus, maar eigenlijk, het concept is gewoon hetzelfde gebleven. Gewoon mezelf zijn en dat zal ook altijd zo blijven. Dan ook ben 26 juli naar het ziekenhuis gegaan. Daar hebben ze gezegd dat ik te weinig testosteron heb, want ik moet normaal gezien al van in maart testosteron hebben. En nu moet ik wachten tot het papier in orde is bij het ziekenfonds. En als dat in orde is, dan kan ik eigenlijk mijn testosteron om de 2 weken gaat dat nu zijn, krijgen. Dus ik ben eens benieuwd eigenlijk wanneer dat in orde komt, want dat heb ik ook heel hard nodig. Ja, en voor de rest eigenlijk is alles gewoon nog hetzelfde. Dus hoop ik gewoon dat jullie dit een leuke video zien. Vergeet niet te abonneren en morgen zijn we er weer.